Dit is een lijstje van infecties waar ik in de loop van mijn uh, carrière uh, mee te maken heb gehad. Dat gaat van uh, vogelgriepuitbraken tot het plotseling opduiken van uh, exotische muggen in de haven van Rotterdam tot de grote ebola-uitbraak in 2014. Allemaal voorbeelden van dergelijke uitbraken die ons opschrikken. Um, en uh, waar we eigenlijk niet goed op voorbereid zijn. Want wat is daar nou het probleem? In feite pikken we die uitbraken pas op tegen de tijd dat mensen ziek worden. De rode piek die u daar ziet. Uh, dat is natuurlijk veel te laat. Um, wat je dan ook ziet, is dan komen de grote onderzoekslijnen op gang. Dan komt onderzoeksgeld los. Um, en in feite loop je dan achter de feiten aan. Uh, terwijl wat. Uh, uit evaluaties vaak naar voren komt is. goh, als we kijken naar de factoren die geleid hebben tot zo'n uitbraak. hadden we het misschien wel kunnen zien aankomen. Ik zit bij, een, bij Erasmus Medisch Centrum en ik heb jarenlang ook in, bij het RVM in de public health kant gewerkt. Focus op mensen, maar uh, ik schets u net dat we daarmee eigenlijk steeds een beetje achter de feiten aanhollen. Dus wat ik wil doen, ook met de onderzoeksgroep, is de focus toch wat meer verleggen naar uh, dat waar mensen door omgeven zijn. Want daar komen de nieuwe risico's vandaan. En als we snappen wat daar gebeurt, dan kunnen we wellicht uh, vroeger zijn.